Want dat is terecht. En straks spelen ze 4 nummers in Oba Live. Welkom, Tjerd Bruinjaar. Dank je. Je debuteerde 10 jaar geleden, precies 10 jaar geleden, met een bundel. In het Nederlands, De Wijzers in het Rood. In het Fries, want je... De Wijzers in het Rood. De Wijzers in het Rood. Want je debuteerde in het Fries. We zijn nu 8 bundels verder. En, 8. Daarna 8. Precies, daarna 8. Nu ligt er Overwoekerd. Ja. Ik heb het gelezen, mensen op mijn redactie hebben het gelezen. En het is een zeer persoonlijke bundel. Het gaat over zeer persoonlijke ervaringen. Over levensvragen van jou, van mijn generatie. Want we zijn van dezelfde generatie. Het gaat over hoe verhoud ik me tot de wereld. En het gaat ook over hoe verhoud ik me eigenlijk tot mijn buurman. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Tot de buurt waarin ik woon. Ja. En daar wilde ik graag over beginnen, omdat ik heb begrepen dat jij vanuit een torentje naar de wereld kijkt. Ja, ik woon in de Baasjes in Amsterdam. Ja. En mensen kunnen dat via Google kunnen ze dat bekijken ook. Dan kun je die straat doorrijden, dat is de James Cookstraat. Of zoals we aan een gasmonteur ooit moesten uitleggen, de James Kookstraat. Die kwam uit Veenendaal, dus ja, dat kan gebeuren. Maar daar, dat is Amsterdamse school, dus heel veel rode steen. En wij wonen helemaal bovenin en daar zit een soort torentje op. En dat is ooit waarschijnlijk voor kolen of iets dergelijks geweest. Maar de bewoner voor ons die heeft dat doorgebroken. Dus daar slapen we in. Elke keer als ik naar huis te fiets naar een avond van een optreden of zo, dan denk ik altijd, ah, daar ligt mijn vrouw in het torentje te slapen. En mijn werkkamer is een uitbouw, houten uitbouw van het torentje met een dakterras. Dus, En wat zie je als je naar buiten kijkt? Lucht. Lucht. En dat wil ik ook, want ik kom uit Friesland en ik ben daar gewend om ver te kijken. Dus de horizon moet ik kunnen zien. Hier zie je altijd gebouwen, maar daar zie je heel veel lucht en een grote boom. Dus je hebt het nodig om lucht te zien? Ja, voor mij is de lucht eigenlijk wel het landschap. Lucht is het landschap? Ja, het is de wolken. En wat zie je dan? Als je dat landschap inkleurt? Ik zie daar niet echt dingen in of zo, maar het is meer... Je hebt het verre gezicht rust nodig. Ja, ik heb de ruimte nodig. Dus ik heb ooit in het huis van vrienden van een vriend van mij gewoond. Ja. En dat was een oud huis in Kolm in Friesland. En het was het plafond heel hoog. En dat vond ik heerlijk. Dus die ruimte boven je hoofd, dat heeft in ieder geval bij mij heeft dat een... Ja. Werkt dat. Maar je bent een jonge man van 35 die rust nodig heeft. Nou, om te klooien. Om te klooien? Ja. Om te dichten. De grootste tijd, de meeste tijd is klooien. Ja. Laat eens horen dan wat dat klooien resulteert. Ja. Vanuit dat torentje. Ja. Het gedicht bijvoorbeeld Onderburen. Ja. Zou je dat willen voordragen? Heb je zo het paginanummer ook... 71. Volgens mij ken ik jouw bundel beter dan jij. Dat zou goed kunnen, ja. Kijk, ik heb hem gemaakt en bij het maken zit je veel te schuiven. Ja, dat dus is het kan zijn dat dit een andere pagina naar recht gaat. Dit speelt zich niet af in de James Cookstraat, maar in de Orteliusstraat. Voor mensen die in Amsterdam bekend zijn, dat is vlakbij. Dat is niet veel ver. Wij wonen vlak boven een dealer. En dit speelt zich af in de tuin. Dat is eigenlijk waarom wij zijn verhuisd naar de James Cookstraat. Onderburen. In het tuinhuisje van de onderburen woont een kankerhoer met haar kankervriend. Die haar deze zomer, waarin ze haar kind verwacht, uitscheldt voor alles wat rot en slecht is. Wij proberen te slapen, slaan de muggen dood en laten het licht uit, omdat ze er anders wat van denken. Dat we het om hen doen. Moeten we de politie bellen, vragen we ons af. En doezelen weg tijdens de verzoening van de kankerburen. U vindt hem morgen op een straathoek, u heeft zijn 06, voor als u moe bent, voor als u een feest bezoekt. Ik hoop dat ze bij u komen wonen. En ik hoop dat ik het nummer van zijn concurrent kan vinden, morgen, buiten adem, op een dansvloer. Dat waren mijn onderburen, ja. Ja. Die maakten veel ruzie. Dus je dacht, ik ga verhuizen? Ja, en dan moest je wel kopen, dus dan hebben we een huis gekocht. Maar is het dichter dan nodig, over die onderburen, als je toch gaat verhuizen? Ja, het is een mooi verhaal, toch? Het is een mooi verhaal, maar het is meer dan een mooi verhaal, denk ik. Ja, nou ja, het geeft ook aan wat de tragiek is van die mensen. Ja. Zo'n dealertje, en dan zitten met een jong meisje en die wonen dan in zo'n fietsschuurtje achter een huis in de zomer. En dat meisje wordt gewoon helemaal verrot gescholden. Ja. Ja, dat is al tragisch. En er zit een soort, ook in die bundel, ook in mijn eerdere werk denk ik wel, een soort...
hoe zeg ik nou, dynamiek in ieder geval, een soort tegenstelling tussen het behoorlijk gelukkige huwelijk dat ik heb. En het leven van die mensen. Van ja. Maar dan ook weer, ik heb ook wel eens een pilletje geslikt of zo. Dus weet je wel, dus daar is ook aan het einde ook weer een grap. Of niet alleen een grap, maar heel realistisch. Want wij houden het ook in stand natuurlijk, hè, die mensen. En de manier waarop zij hun leven leiden. Dat is maar goed ook dat Bolkestein nu eindelijk pleit voor het afschaffen van het verbod op drugs misschien. Door een bepaalde hoogte. Ja, Bolkestein heeft eerder een jury van een poëzieprijs nogal zich raar gedragen. Dus legalisering van drugs. Mag met Bolkestein niet bij je aankomen? Nou, ik vind dat een beetje... Ik had ooit een vriendinnetje, die begon toen over vol is vol. Dat was in de jaren 90, weet ik nog. Toen zei ik, waar heb je dat gehoord? Had ze in een café gehoord of zo? Dat was toen even heel populair. Volgens mij was dat ook van Bolkestein. Nee, volgens mij van Jan Maat. De VVD speelde daar toen... Maar het was voor jou een reden om het uit te maken met dat vriendinnetje? Nou, ik kon het maar niet aankrijgen met dat vriendinnetje. Oh, en nu ben je daar blij om waarschijnlijk. Ja, heel blij. Je bent al 5 jaar getrouwd. Ja, zo is dat. Maar het gaat dus in feite om, want volgens mij zei je dat net ook, verhalen vertellen. Ja. Ja, uiteindelijk zijn het wel verhalen. Ik bedoel, fragmentarisch verteld. Mm-hmm. En met heel veel, vanuit heel veel camera-standpunten. En met allemaal dingen ertussendoor. Met een portie maatschappijkritiek. Ja, kritiek. Of ja, observatie. Ja, er zit wel een kleur in. Kleur? Wat voor kleur? Een vrij linkse kleur. Vrij linkse kleur. Ja. Waar maak je je druk over dan? Vooral. Over de verrechtsing op dit moment in Nederland in ieder geval. Maar ik raak ook simpelweg ontroerd. Ik ben in Zuid-Afrika en in Zimbabwe geweest. En ja, je raakt dat ontroerd. Dicht je ook in deze bundel. Ja, je raakt ontroerd door de verhalen van die. We hadden een reisleider in Soweto. En die vertelde, we reden met zijn busje daar doorheen. En hij vertelde hoe hij zijn matras rechtop moest zetten als het regende. Want er kwam de regen tussen die golfplaten door. En werd zijn matras net wat minder nat. En over een oproer in 1976, toen een aantal kinderen niet Afrikaans wilden leren op school. En protesteerden, een jongetje doodgeschoten werd. En wij gingen naar het museum wat voor het jongetje was opgericht. Een grote oproer in 1976. Ja. En, want die politie was helemaal nerveus geworden, die wist er niks van. Het was een vreedzame protest van kinderen. Yeah. En dan wordt er zo'n jongetje doodgeschoten. Wij lopen dat museum binnen. En even later vertelt Jabu, die reisleider, vertelt mij... die vrouw die daar stond te praten, een van die mensen die daar werkte... dat was de zus. En die staat ook op een hele beroemde foto uit die tijd. Dus dan loopt er een man, een jonge man... met dat jongetje van 13 die gedoodgeschoten is, zo in zijn armen. Mm-hmm. En dat zusje loopt ernaast. En die stond dus daar. Ik ben even naar het raam gelopen en even naar de lucht gekeken. Die lucht die je wilt zien. Maar dan komt ook tegelijkertijd de behoefte om er een gedicht over te maken. Ja. Of de behoefte, die kwam niet eens misschien... Ik speelde daarmee en toen... Ik schrijf ook gedichten voor Radio 1. Voor een nieuwsprogramma, Dit is de Dag. Bij de EO. Bij de EO. En toen was er een programma over kindertelefoon. Nou, en in één keer viel dat op zijn plek. Mm-hmm. Dus het gedicht eindigt met... Als er in 1976 al een kindertelefoon bestond... in Soweto, dan was die waarschijnlijk slechts voor blankes. Yeah. Ja. Slechts voor blanken, wat op die bankjes en zo stond vroeger. Ja. Yeah. Dus toen, het zijn vaak, die verhalen heb ik in mijn kop zitten... en dan als er om gevraagd wordt of als ik het zelf kan gebruiken ergens... dan komt, mm-hmm. Komt dat eruit, ja. Jawel, maar door die bundel, als je hem leest, die hele bundel... zit continu ook een soort vingerwijzing naar, of terechtwijzing... of het wijzen op het besef dat wij het veel beter hebben dan veel anderen. Ja. Nou ja, maar dat mis ik ook in het debat. Het debat over asielzoekers en zogenaamd gelukzoekers en zo... gaat altijd over nu. En ze vergeten dat wij natuurlijk... en onze welvaart, die hebben wij te danken... aan het uitbuiten van die mensen vroeger. Ja. Laten we eens gaan luisteren hoe je dat duidelijk maakt in een gedicht. Het gedicht, hele mooie titel trouwens... Uw plaats in ons meedogenloze archief. Met dank, 66. Met dank aan de trouw. Hoezo? Deze tekst is voor een groot deel door een journalist geschreven eigenlijk. Van trouw, oké. Maar ik heb daar een stukje Google bij gebruikt. Dus dit is trouw en Google.
uw plaats in ons meedogenloze archief. De soldaten sloegen haar kinderen zo hard dat ze wel de kamer uit moest komen. Leuk voor kinderen zijn knutselen, spelletjes, kleurplaten. De vrouwen slapen 's nachts in gebouwtjes. De mannen liggen buiten in de kou. Leuk voor mannen zijn topsalarissen, goed betaalde banen, reiskosten. Moeder werd achter in de leger teruggezet en mishandeld. Leuk voor moeder zijn bloemen. Iets hartigs, ontbijt op bed. Het leger roofde het geld en trok haar van de wagen af. Goed voor uw wagen? Primer, wax, olie, nieuwe banden van QuickFit. Daarna werd ze door meer dan 10 mannen in de lokale taal uitgescholden en geslagen. Het beste voor slachtoffers van verkrachting? Opvang, medische zorg, juridische begeleiding. Het is verstandig hier niet te lang mee te wachten, want hoe langer je wacht, hoe groter het gevaar dat bewijsmateriaal verdwijnt. Of verklaringen, hobbel in de weg, onzekerder worden. Mooi. Dank je. Poëzie met een boodschap. Ja. Ook behoorlijk veel gedichten zijn ook heel erg persoonlijk. Dingen waar je zelf persoonlijk mee worstelt, ja, in je leven. Ja. Laten we daarover gaan praten na de muziek. Goed. Na Willy Momo met het eerste nummer dat ze gaan spelen heet It Had To Be You. Yes. Well, it had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found that somebody who could make me be true and could even make me be blue or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen, they might never be mean, they might never be cross or try to be boss. Now that wouldn't do for nobody else. Gave me that thrill with all your thoughts. I'll always will. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Some others I've seen, they might never be mean, they might never be cross or try to be boss. Now that wouldn't do for nobody else. Gave me that thrill with all your thoughts. I'll always will. It had to be you, wonderful you. It had to be. Dankjewel, Willy Momo met It Had To Be You. Tjeerd Branja, helemaal aan het begin van het programma zei ik de Joop Zoetemelk van de poëzie in Nederland. Dat was namelijk iets wat jij mij in de woorden legde 7:02. Waarom deed je dat eigenlijk? Nou, jij had het over de dichter des Vaderlandsverkiezingen. Ja. En, ik moest een keer voorlezen in Utrecht. En daar was toen de burgemeester om die expositie te openen waar ik dan bij voorlas. En die had dat... volgens mij had zijn persvoorlichter had dat net bedacht. En ik vond het wel grappig eigenlijk, Joop Zoetemelk. Vroeger had ik ook zo'n petje van, kreeg je dan van de SRV, van de melkboer. En wij woonden buitenaf. En zo'n petje achterop, zo, yeah, met de klep nou, zo naar achteren. Dan voelde ik me net Joop Zoetemelk op mijn Ja, want je werd genomineerd voor Dichter des Vaderlands. Ja. Bij de laatste 5. Ja. Het werd een hele spannende race. Ramzi Nasser won uiteindelijk. Maar jij zei ook 7:02, Joop Zoetemelk is ook wel eens
wereldkampioen geworden. Ja, maar ik zal niet. Ik ga me niet nog een keer kandidaat stellen. Nee? Dus mensen hoeven niet te vrezen. Nee, het was één keer interessant. Ja. Maar dat zou de tweede keer weer hetzelfde zijn. Dus daar ben ik niet in geïnteresseerd. Of bang om weer tweede te worden. Dat was ook niet leuk. En het verstoorde heel erg het schrijven eigenlijk. Dus ik heb daarna een poos niet geschreven. Wat in mijn geval niet zo erg is, want ik heb altijd genoeg werk liggen. Omdat je verloren had? Ja, de hele poëziewereld. Die hele poëziewereld was eigenlijk door die hele verkiezingen een beetje opgeschud. Dat paste niet. Hè? Dus, campagne bij die chique... voeren, dat mocht eigenlijk niet. Nee, dat mocht hij niet. Afzetten tegen de ander. Nee, dat was... dat viel bij ons eigenlijk wel mee. We hadden moet gewoon strijd gevoerd worden. Boodschap, hè? Ja. Nee, dat paste niet echt. Dus ik had een maand lang als een soort bezetene die campagne gevoerd. Dus van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts. Dus ik was gewoon helemaal op, poosje. Oké. Okay. Er ligt nu de bundel Overwoekerd. Dat is de reden dat je hier 2 uur zit in Oba Live. 10 jaar geleden debuteerde je. Dit is een... als ik het over je werk mag zeggen. Je wordt steeds persoonlijker, ten eerste. Maar vooral ook steeds concreter. Ik zei ook al eerder in het programma dat als ik je bundel lees, het lijkt alsof het ook over de levensvragen van mij gaat. We zijn ongeveer van dezelfde generatie, tussen de 30 en de 41, laten we dat zo aanhouden. Maar ook heel persoonlijk dus. Bijvoorbeeld het gedicht Overwoekerd, gedicht zoals ook je bundel heet. Ja. Zou je dat willen voordragen alsjeblieft? En het staat op pagina 7. Overwoekerd door de dood en er niet meer bezig. Overwoekerd door de liefde en er niet meer bezig. Overwoekerd door de jaloezie en er niet meer bezig. Overwoekerd door de haat en er niet meer bezig. Overwoekerd door de geilheid en er niet meer bezig. Overwoekerd door de woede en er niet meer bezig. Overwoekerd door het geloof en er niet meer bezig. Door de muziek. Overwoekerd door de dood en er niet meer bezig. Overwoekerd door de liefde en er niet meer bezig. Overwoekerd door de jaloezie. Overwoekerd door de haat. Overwoekerd door de geilheid. Overwoekerd door de woede. Overwoekerd door het geloof. Overwoekerd door de muziek. Overwoekerd door het verdriet en er niet mee bezig. Moet het zo snel worden voorgedragen? Ja, dit is muziek. Het is heel mooi, het is zeker heel muzikaal. Het kan ook heel traag, dat kan. Doe eens trager, stukje, heel klein stukje. Klein stukje. Overwoekerd door de dood en er niet mee bezig. Overwoekerd door de liefde en er niet mee bezig. Overwoekerd door de jaloezie en er niet mee bezig. Okay. Dat geeft voor mij wel meer de stemming aan. Vind ik, die bij het gedicht hoort. Het is vrij depressief namelijk. Ja, dat is maar net hoe je het leest. Dus zoals ik het las. Want daar niet mee bezig is natuurlijk... Het heeft ook een beetje iets zenachtigs. Ja, ik weet het zelf niet precies. Bij mijn presentatie, toen werd het gezongen door Meijer Talma. Ja, Friese zanger. Een Friese zanger. Dan had het weer iets heel een beetje ludieks of zo. Maar ook, waar kwam het keihard binnen ook, op een andere manier. Mm-hmm. Maar het is voor mij ook een stuk muziek. Dus ik werk met een muzikant, Jaap van Keulen, die ook veel voor toneelgroep Oostpol muziek heeft gemaakt. Ja. Wij maken dan vaak voor onze optredens loops, dus samples en dat soort dingen. En op die middag waren we bezig met allemaal stukken muziek die niet geschikt waren om live uit te voeren eigenlijk. Maar ik dacht dat het een gedicht was van iemand die alleen op zijn kamer zit. Die vooral ook met dingen niet bezig wil zijn, omdat hij er op dat moment niet toe in staat is. Ja, dat kan. Dat kan. Dat is een dat van mag. De... Ja. Ja, dat, ja. Ja, ik kan er niet eens... Ja. Ik kan er niet een eenduidig antwoord op een interpretatie van dit gedicht geven. Bij anderen kan ik dat wel, maar hierbij... Dit ging zo snel, werd het gemaakt. Dat het echt binnen een paar minuten stond dat daar. Dus ik weet het niet precies. Ja. Maar dat overwoekert, dat woord, dat je in deze tijd door van alles krijg je over je heen en er niet mee bezig. Het is ook bijna gek die zegt van ja, maar ik ben er niet mee bezig. Dus het komt allemaal wat deze kant op, maar ik hou het op een afstand. Maar als ik het dus zeer melancholisch vind, dan zeg jij van dat is misschien jouw interpretatie, maar... Je hebt er wat anders mee willen zeggen. Ja, er zit iets meer agressie in, denk agressie. Ik. Agressie? Die melancholie zie ik niet zo. Maar het is, toen ik Meijer Talma dat hoorde zingen, toen hoorde ik wel een bepaalde melancholie. Dus je kunt dat met een bepaalde blues kunnen voordragen. En agressie, is dat de agressie van de kleine Tjeerd Bruinja die met zijn kop tegen de muur gestoten als kind? Nee, dat is... die ook.
Die ook. Maar die is er nog steeds. Die is er nog steeds, ja? Ja. Dus die agressie, dat is een onderdeel van maken voor mij. Dat is nu dan iets heel moois maken. Maar ik bedoel, dit gedicht komt na het openingsgedicht, hè, wat ik eerst voorlas. En dat is vrij lief. Ja. Hoewel diegene alleen staat aan het einde. Ouders weg. Ja, die agressie of dat daar kapot maken of dat zo'n glas, dat is een kracht en een energie die waar ik niet zonder kan. Dat kan ook beangstigend zijn, toch? Ja, is het ook wel eens geweest. Ja? Ja. Ja, dat je bang voor jezelf bent of dat je iemand wat aan zou kunnen doen of zo, omdat het mogelijk is. Ja, die angst heb ik wel, die ken ik wel. Recent nog? Of heb je die voortdurend? Nee, nu. Het gaat heel goed met mij nu. Nee, nou, het heeft eigenlijk helemaal niet te maken met of het goed gaat of niet. Het is meer blijkbaar werkt mijn hoofd zo, met mogelijkheden. En dan fascineert me dat. Nou, maar daar hoef je niks mee te doen. Daar kun je over schrijven. Ja, maar iemand iets aandoen. Ja, heb je dat nooit? Nee. Nee? Nee. Of, ik moet altijd denken aan, ik heb een beetje hoogtevrees. En vroeger toen ik in Leeuwarden op school zat en dan liep ik over een brug naar mijn bus te halen. En ik had mijn schooltas, dan wilde ik altijd mijn schooltas in de vaart gooien. En niet omdat ik een hekel aan school had. Maar omdat het water er was. En dat trok. Dat is een mogelijkheid. Ja, ja, meer kan ik er niet van maken. Die hoogtevrees heb je, ik las ergens, want je bent als kind uit het raam gevallen. Oh, daar heb ik geen idee of dat daarmee verband houdt eigenlijk. Hoe kan het dan wel dat je schrijft en werkt vanuit een torentje op 4 hoog? Ja, maar terwijl je hoogtevrees hebt. Ik ga niet aan die rand staan. Je gaat niet aan de rand staan. Nee, nee, want dan dat trekt. Ja. Dus dat trekt? Ja, dan wil je springen of zo, ja. Ja. Het is een je lacht erbij, maar. Ja, het is een mogelijkheid. Ja, maar het is niet heel, het is niet emotioneel tragisch. Het is een mogelijkheid en het is fascinerend. Ja. En het houdt mij scherp in het maken. En ik heb daar denk ik vroeger wel moeite mee gehad. Dus ik snap jou, hè, dat jij denkt van, hé, waarom zit er nou om te lachen? Het is niet makkelijk geweest. Maar wat was niet makkelijk precies? Nou, dat soort verlangens of zo, weet je wel. Of dat soort gedachten. Want wanneer had je daar dan echt last van? Een paar jaar geleden misschien nog wel. Of misschien vorig jaar nog wel. Ja, maar misschien daar kopen we niet zoveel Vorig jaar heb ik daar vast wel eens aan gedacht. Maar is het leven zwart? Of hoe moet ik dat formuleren? Nee, dat is het niet. Dat is het niet alleen. Het is meer. Het is meer dan dat het leven zwart is. Het is een fascinatie, geloof ik. Het is een fascinatie met wat er dan gebeurt. Het is een soort misschien neurose of zo. Van jezelf altijd in een soort doemscenario. Of ze nu dan in een doemscenario. En gaat het dan ook het dichten in de weg staan? Of neemt het zeg maar de plek van het dichten in? Het is niet echt, want die kant, voor mij, dat is geen depressie. Dat is eerder, dat is dezelfde energie als iets kapot maken. Maar wacht even, je zegt, die kant van mij is geen depressie. Is er een andere kant? Ja, er is wel ook een donkere kant, een onzekere kant. Daar had ik vorig jaar wel last van. Toen was er wel echt, na die verkiezingen zette er iets zich in waar ik met moeite en niet zonder hulp eigenlijk uit kon komen. Kun je dat iets omschrijven? Het is moeilijk. Want nou, ik was, ik denk vanuit een onzekerheid voelde ik mij minder en ik werd lusteloos en ging een beetje. Ik had weinig contact met vrienden en ik ben een beetje iemand die graag thuis zit. Ja. Behalve een optreden, vind ik te gek. Maar ik ga niet uit mezelf snel naar een café of zo. En ik bel ook nooit iemand op eigenlijk. Maar ik ga wel graag naar een optreden, dat soort dingen, of naar een concert. En dat vorig jaar ging dat wat te ver. En dat ene riep, ik raakte in een soort cirkel en op mezelf. En ik had het misschien wel een beetje leuk met mezelf, maar het was toch al vrij lusteloos. Dus maar je bent daar nu weer uit. Ja, ik ben er nu helemaal uit. En volgens mij levert het ook prachtige poëzie op. Want ik wil je vragen om nog een gedicht voor te lezen. En ik weet niet of je het in die tijd, voor die tijd of na die tijd hebt geschreven. Maar ik vind wel dat het precies eigenlijk wel duidt waar wij als mens misschien ook wel gewoon staan. Ja. Het gedicht Bruintje Beer op de helft van zijn adembenemende graf. Dat is daar ver daarvoor. Ver daarvoor. Maar vind je het er wel bij passen? Ja, het is levenshouding, hè? Het is een deel van... Achteloosheid is het. Ja.
Of is dat weer mijn interpretatie? Nou, maar dat is juist het leuke aan poëzie, toch? Ja. Je mag er mee doen en wat je muziek, wilt. En aan muziek, ja. Dat is waarom ik ben gaan schrijven. Omdat ik dingen verkeerd begreep. Laat Bruintje Beer. Bruintje Beer op de helft van zijn adembenemende graf. Na een avond Chinees zit ik lang genoeg op de wc om me af te vragen of dit lichaam een geschenk is of een straf. Hoeveel Unox heb ik nog te gaan? Hoeveel Iglo? Hoeveel te jonge Chardonnay? Hoeveel blond haar op lange benen? Ik breng mijn kind naar school en het hapert. Ik breng mijn kind naar school en ik krijg een brok in mijn keel. Blond haar, lange benen. Ik heb mijn brievenbus dichtgeplakt, in de garage het stof van de versterker afgeblazen, de gitaar ingeplucht en de roest uit de oude nummers gespeeld. Verwelken doen we morgen wel. De Nikkei bleef de matige dag, melden ze op RTL, maar mijn tong voelde fit aan. De een zei gatenkaas tegen mijn gedichten, de ander zei licht valt van bovenaf door zijn regels. Als die met de gedachte aan de haal gaan, zie je het geschenk niet snel weer terug. Ik zat te lachen om je vraag. Ik heb je antwoord niet gehoord. Zei je nou, forward that fatwa. Ik zeg dank voor de sirenes. Mooi dat je zelfs tijdens het dichten naar mij kunt kijken. Ja, maar het is een gesprek. Ja. En dat grappige gaan we nog was dat ik zat te lachen doen. Om je vraag. Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk heel handig. Oké. Je bent nog anderhalf uur lang mijn gast in Oberlijf. Cheers, Bruin, ja.